Ik ben Patrick van der Bogaert, ik ben 43 jaar oud. Ik speel anderhalf jaar hockey bij CHT Tilburg. Ik ben ooit begonnen met hockey toen ik op de supportbeurs was. Dat is een beurs voor mensen met een beperking. Werd ik een veld opgetrokken en daar speelden ze rolstoelhockey. En ja, toen is de passie begonnen. Mijn beperking is dat ik CRPS heb in beide benen. Mijn linkszijdig ben ik sowieso verlamd. En ja, de uitdaging in het rolstoelhockey is gewoon elke dag, of elke keer als je speelt, ja, moet je je grenzen verleggen. Wij trainen één keer in de week en ik daarin train met twee teams mee, dus dat is 2 uur op dinsdagavond. Als wij met het team samenkomen, dan is het altijd even samen babbelen, zeg maar. Daar kijk je al naar uit. Wedstrijden, daar kijk ik echt heel erg naar uit. Weken van tevoren ben ik er al mee bezig en dan heb ik mijn rolstoel al klaar. Ik vind het zo geweldig. Het is echt een passie geworden. Ik voel mijn eigen voor de wedstrijd altijd ontzettend zenuwachtig en dat is een goede spanning. Maar dat komt omdat ik altijd optimaal wil presteren. Het hockey betekent zoveel voor me. Ik heb altijd heel veel gesport. Voor mijn dwarslesie al was ik gewoon vaak 4, 5, 6 dagen in de week was ik aan het sporten. Maar op een gegeven moment had ik die dwarslesie en dan ben je in één keer klaar van het sporten. En het hockey kwam gewoon exact op het goede moment. Ik kan mijn agressie kwijt als het ware. Ik ben altijd sporter geweest en dit is gewoon ontzettend belangrijk om te kunnen leven voor mij. Mijn techniek is eigenlijk mijn roltechniek. Door die roltechniek kan ik gewoon heel hard rollen en de bal meenemen naar de andere kant van het veld. Ze noemen me op het team regelmatig, daar komt de tank weer aan, dus dat zegt alweer genoeg. Maar ik vind de snelheid gewoon echt super, vind ik echt geweldig. Ja. Mijn sterke punt is dat ik niet moe word in de wedstrijd. Ik kan door blijven gaan tot het naadje, zeg maar. Totdat op een gegeven moment de coach zegt van nou is het klaar, je moet er even af. Nou ja goed, een wedstrijd duurt 15 minuten per helft. 5 minuten rust ertussen. En zorg dat je moet scoren. Hè? Het is heel belangrijk in een team te zitten waar je in past. En dat doe ik nu. We hebben echt een gigantisch mooi team. We willen allemaal winnen. Ik misschien wel het ergste, dat weet ik niet. Maar we hebben allemaal de winnaarsmentaliteit. De dromen die ik in het hockey heb zijn zover. Ik wil zo ver komen als dat ik kan. Maar goed, ik ben natuurlijk al 43. Dus nog niet zo heel oud, maar voor het sporten is er vaak toch wel een bepaalde leeftijd. Maar ik mag hopen dat ik in de H2 bij ons mag blijven spelen of dat ik uiteindelijk naar de H1 mag. Je moet altijd vooruit blijven denken, je moet altijd willen. Ook al kan je lopen, zelfs dan is dit gewoon hartstikke leuk. Je bent op een hele andere manier bezig met een sport. Je bent hier met veel meer handelingen bezig. Je moet zorgen dat je stoel, je mag niet door de boarding. Je hebt je stick in je hand. Je moet zorgen dat je goed rolt. Je moet sturen. En dan moet je ook nog die bal weg zien te tikken. En dat vind ik juist echt het leuke. En dat geef ik ook aan de mensen mee van, ja luister, dit is gewoon echt heel leuk. Wat aan mij is overkomen, zeg maar, op die supportbeurs, is gewoon super.